Hallo, ik ben Willem Nieuwenhuis en ik heb een vraag. Waarom zouden we ons afval scheiden? Het komt toch allemaal op één grote bult. Goeie vraag, Jan Willem. Dat gaan we uitzoeken. Neem bijvoorbeeld leeg verpakkingsmateriaal zoals plastic. Dat gooi je in de oranje PMD-container. Samen met ander leeg verpakkingsmateriaal zoals drinkbakken en blikken. En waar gaat het dan vervolgens heen? Nadat de vuilniswagen je afval ophaalt, komt het hier terecht. Hier worden plastic, blik en drankpakken automatisch van elkaar gescheiden. Als er te veel ander afval tussen het PMD-afval terechtkomt, moeten we het helaas afkeuren. Dit afval kan dan niet gerecycled worden, maar wordt verbrand in de verbrandingsoven. Nadat het goedgekeurde afval is gescheiden, worden er heel kleine korreltjes van gemaakt. Van die korreltjes worden allerlei nieuwe producten gemaakt, van drinkflessen tot bureaustoelen. Dus thuis afval scheiden is wel belangrijk, dat is goed om te weten.